Hi, Freek hier vanuit Queensland, Australië. Zoals jullie wel weten, ben ik dol op dit land en heb ik hier al heel veel dieren gefilmd. En vandaag in Freek's 5 laat ik enkele van mijn favoriete dieren zien die hier veel voorkomen. En je zult zien dat het stuk voor stuk echte bazen zijn. Ze zijn mega giftig, hebben grote scherpe klauwen of zijn meesterlijke overlevers. Check deze 5. Ja, jongens, slap. Oké, wacht. Oké, jongens, rustig aan. Blijf daar staan. Dit is namelijk een zeer gevaarlijke slang. Deze slang wordt in Australië de King Brown genoemd. En hij ligt nu lekker te chillen, maar dat kan elk moment veranderen. Maar wij noemen deze slang de mulgaslang. Mulgaslangen jagen op de giftigste slangen van Australië. De zogenaamde brown snakes, oftewel de bruine slangen. Dit zijn dus slangeneters. Deze jongens zijn dus immuun voor het gif van hun prooi. Hoe gaaf is dat? Als hij eenmaal een bruine slang heeft gespot, hier in de bosjes, dan kruipt hij erheen. Bijt hij zijn prooi. Houdt hij stevig vast. Het is een echte bijter. En daarna pompen ze zoveel mogelijk gif in de wond van hun prooi. Dit is de koning van de hagedissen. De absolute heerser van de Outback. Dit is de parenti, oftewel de reuzenvaraan. Dit zijn zeer intelligente dieren. De parenti heeft een aantal geweldige zintuigen. Hij kan goed kijken, horen, ruiken en proeven. Met zijn lange gevorkte tong scant hij, proeft hij eigenlijk de omgeving. Parenti's zijn zo badass dat ze zelfs jagen op walibi's, een kleine soort kangaroo. En als ze hun prooi eenmaal in hun kaken hebben, schudden ze die heftig heen en weer net zo lang totdat hij dood is. En daarna vreten ze hem in één keer op. Dit is gaaf, jongens. Dit is kikken. Dit is namelijk een van de meest spectaculaire knaagdieren van heel Australië. De zwartvoetboomrat. S'avonds gaan ze op pad. Dan gaan ze op zoek naar eten zoals zaden, vruchten, bloemen met nectar en insecten. En terwijl ze dat doen, moeten ze goed de buurt in de gaten houden van roofdieren. Zoals verwilderde katten en dingo's. En net als andere knaagdieren hebben zwartvoetboomratten gigantische voortanden. Die hun hele leven doorgroeien. En dat betekent dat het eten van de grootste en de hardste noten voor hun geen enkel probleem is. Dit is de grootste paddensoort ter wereld, de reuzen. Deze mooie jongen is een echte survivor. Want reuzenpadden kunnen overleven in allerlei gebieden. Ze eten planten, insecten en zelfs kleine zoogdieren. Ze kunnen lang zonder water. En ze hebben de perfecte verdediging tegen roofdieren, want ze zijn hartstikke giftig. En zijn gifklieren zitten hier, achter zijn ogen. Dat zijn die grote bulten die je ziet. Bulten bomvol ijzersterk gif. En als ze nou aangevallen worden door een roofdier, dan kunnen ze zelfs druk zetten op die gifklieren, waardoor het gif er zo uitspuit in het oog en het gezicht van de vijand. Zoals je ziet is die niet heel erg snel. Maar dankzij zijn gif is de reuzenpad altijd goed beschermd. Pas op. Ja, hou eens. Dit is een van de gaafste hagedissen ter wereld. En misschien kan je wel raden hoe die heet. Dit is namelijk de kraaghagedis. Van alle hagedissen die in Australië voorkomen, is dit mijn favoriet. Oh, kijk die kraag. Holy moly. En die kraag is natuurlijk hartstikke belangrijk voor hem. Rustig, jongen, rustig. Want het is zijn voornaamste verdedigingstactiek. Door zijn bek open te doen, klapt hij eigenlijk met zijn tongspieren die kraag open. Als nou geen enkele verdedigingstactiek werkt en een kraaghagedis wordt toch lastig gevallen door een roofdier, dan kan hij nog maar één ding doen, vluchten. En kraaghagedissen kunnen iets heel bijzonders. Ze kunnen namelijk rennen. En kraaghagedissen rennen op twee poten, net als wij. En dat is uniek voor een hagedis. Waanzinnig toch? Zo divers de dierenwereld is in dit enorme land. Ik ben hier nog lang niet klaar. Morgen staat de cassoaris op de planning en moet ik weer vroeg op. Welke Australische dieren wil jij graag zien in Freek's Wilde Wereld? Laat het me weten in de comments hieronder. Dit was Freek vanuit Australië. Later!